Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza. Op de satellietfoto zien we veel grijze bewolking boven Nederland. Het is een dik wolkendek, daaruit valt plaatselijk regen en motregen. Heel af en toe kan misschien de zon doorbreken, maar zal eerder een zwak zonnetje door de bewolking heen zijn dan dat ze echt lekker schijnt. Temperaturen vanochtend 11 à 12 graden, vanmiddag wordt het dan een graad of 14 en in de loop van de middag gaat het vanuit het zuidwesten harder regenen. En die regenval die houdt tot. Middernacht ongeveer aan. Er valt zo'n 7 tot 15 mm en er waait een stevige wind uit het zuiden tot zuidwesten. En zeker kan die vanavond zelfs even windkracht 7 worden. Een grijze dag dus met heel weinig zonneschijn, slechts in het zuidoosten en noorden breekt ze af en toe door. Morgen zien we de zon wel schijnen, maar er gaan ook buien vallen, en zoals je meteen al ziet, daarbij kan het ook onweren. Hagel en windstoten zijn ook mogelijk, Dat geldt vooral voor de noordelijke helft van het land, 14 tot 16 graden. Zaterdag begint droog en met een beetje zon, maar in de loop van de dag gaat het vanuit het westen regenen. De meeste regen valt in de namiddag en avond. Zondag krijgen we weer met buien te maken, schijnt ook van tijd tot tijd de zon. En temperaturen blijven aan de lage kant 13 tot 16 graden. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.